Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Nog even terugblikken op het weer van gisteren en vooral op het weer van afgelopen nacht. Het heeft flink geonweerd, dat heeft tot overlast geleid omdat er veel water viel. Het heeft ook voor prachtige plaatjes gezorgd zoals deze. Nou, dat onweer is het land uit. Dat wil niet zeggen dat het vandaag helemaal droog is en de komende uren helemaal droog blijft. Nederland heeft te maken met vrij veel wolkenvelden en we zien hier en daar al wat dikkere wolken oppoppen. En dat zijn buien die nu nog gaan ontstaan. Die kunnen de komende 24 uur ons nog steeds parten spelen vanavond, vannacht ten dele, maar ook morgen overdag. En morgen overdag zien we de buien dan met name in het binnenland, want langs de kust wordt het toch wel wat vaker droog. Ook morgen kunnen er nog steeds onweersbuien bij voorkomen. En dat dan bij temperaturen waar we zo meteen wel op terug gaan komen. Voorlopig hebben wolken in onze omgeving in elk geval de overhand. In het zuiden van Europa, vooral in Spanje en Portugal, is het zomer. En ook aan de andere kant in Griekenland en Turkije met daar wel lokaal een regen- of onweersbui. Meeste buien vinden we de komende 24 tot 36 uur in het midden van Europa, over Duitsland en ook zo richting de Alpenlanden later naar de Balkan. We gaan door met het weer voor vanavond. We hebben te maken met wat opklaringen hier en daar, maar ook te maken met buien. Er kan ook nog onweer bij voorkomen, hoewel die onweerskans wel wat aan het afnemen is. Temperaturen vanavond nog boven de 20 graden. Het is echt broeierig. En vanavond gaat er dan uiteindelijk wel wat vanaf om vannacht tot een minimum te komen van zo'n 16 of 17 graden. Een bui blijft mogelijk, er zijn wat opklaringen. En onweer is ook vannacht nog niet helemaal uitgesloten. En datzelfde geldt voor morgen. En dan met name in het oosten van het land toch nog wel kans op een enkele onweersklap. Zeker in de middag. In de ochtend is het in het oosten overwegend droog met buien in het midden en westen. In de middag wordt het langs de westkust geleidelijk aan droog. En dan zien we dus inderdaad in het binnenland de buien wat actiever worden met een enkele klap onweer in het oosten. 20 tot 23 graden in het algemeen. Het warmst is het in het noordoosten, zo'n 24 graden. En in het zuidwesten komen we temperaturen van een graad of 19 tegen. Dan gaan we verder kijken. Zondag, een dag met tamelijk veel wolken, van tijd tot tijd ook regen. Temperatuur net onder de 20 graden en een matige noordelijke wind. Het is allemaal aan de koele kant, het is verre van zomerweer. En dat is eigenlijk ook maandag en deels dinsdag nog het geval. Maandag nog altijd vrij veel wolken, af en toe een beetje zon en kans op buiige regen. In dinsdag neemt de kans op neerslag langzaam af en zien we voorzichtig de zon terugkeren. En nog even vooruitblikkend op volgende week en verder. De temperaturen gaan vanaf dinsdag omhoog, komen dan weer dik boven de 20 graden uit. En misschien dat we weer eens een keertje aan 25 graden moeten gaan denken. Het weerbeeld wordt dus zomerser, want de zon gaat ook meer en meer schijnen. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.